We zijn weer te gast bij Gerrit Boer. Die is druk aan het bouwen een kasteel Brederode in Zandpoort, Velsen Zuid, vlakbij Zandvoort. We gaan kijken hoe ver die is. Nou, even kijken of die thuis is. De bel doet het. En nou wachten we op Gerrit. Ik ben heel benieuwd hoe ver die gevorderd is. We zijn er een tijdje niet geweest. Hey Gerrit, daar zijn we weer. Ja, ik ben heel benieuwd wat voor stappen je gemaakt hebt met de bouw. Nou, dat gaan we zien hoor. Rem maar op. Nou, kom op Gerrit, ik volg je weer. Is goed. Dan komen we weer bij Gerrit Boer binnen. Dat is het voordeel, als we bij Gerrit binnenkomen, gaan we eerst aan de koffie. Ja. Nou ja, een lekker bakkie Gerrit, doe maar. Nou, ik ben heel benieuwd hoe ver je gekomen. Heb je veel gebouwd? Nogal, ja. Dus je hebt wat uurtjes doorgebracht in dat Lego paradijs. Ja. Nou, lekker Gerrit, een bakkie. We gaan eerst even bijpraten aan tafel weer. Ja, dan. En dan gaan we later kijken hoe ver je gevorderd bent. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Heb je veel uren gebouwd? Ja, ik heb ook het herstelwerkzaamheden gedaan. Nou al? Ja, dat is dus te zeggen, ik heb wat dingetjes veranderd en zo. Maar dat leg ik zo meteen wel uit. Ik ben heel benieuwd. Koffie! Nou, kom zitten Gerrit. Nou, heerlijk. Zitten we weer aan een bakkie. Nou. Ben je druk bezig geweest met het bouwen? Ja. Nou, zondag heb ik even een beetje rust genomen. Oké. Echt een rustdag voor jou, hè, die zondag, hè? Ja. Ja, dat is hartstikke goed. Dan wil ik graag wat zitten lezen in de tuin. En dan neem ik het er gewoon van. Nou, even lekker buiten. Lekker hapje eten klaarmaken. Even een beetje... Ik in de tuin onder het genot van zonnetje zitten lezen of zitten eten en zo. Dat is ook lekker. Nou ja, mijn cameraman gaat straks stiekem al wat opnames maken hoe het nu is. En dan gaan we straks met jou ook weer, als je zit te bouwen, ga je weer verder. Maar ik wil nog eens even terugkomen over de historie van Brederode. Hè? Mm-hmm. Brederode is bij Zandvoort in de buurt. Zandvoort, Velsen. Ja, Zandpoort. Zandpoort Zuid, hè? Ja. Ja, je kunt er ook vanuit Noord heen, maar dat is toch een beetje langer lopen. Hoe lang is het geleden dat dat gebouwd is? In welke eeuw spreken we dan? Nou, er zijn... dus je moet één ding goed begrijpen. Het was in de tijd van graaf Willem II. Graaf Willem II... had een jong heer, iemand dus die vak moest leren, zou ik maar zeggen. Die, om in de bediening te kunnen komen, om mensen tot dienst te kunnen zijn. En zo iemand werd dan eigenlijk uit het ouderlijk huis, eigenlijk al met zijn 18 jaar, wordt hij ergens anders geplaatst. Ja. En daar moet je van allerlei dingen leren. Hij moet leren te vechten. Hij moet leren de graaf of gravin tot dienst te zijn. En zo dingen aanreiken. Noem maar op. En op een gegeven moment, dan gaat zo'n jonkheer, krijgt een bepaalde leeftijd. En wil tot ridder geslagen worden. Nou, en het gebeurde daar? Nee. Zo'n jongheer moest dan samen met nog een aantal, moest hij een dag en een nacht in de kapel doorbrengen zonder eten, zonder wat dan ook, oei. Moest mediteren. En als je dat had volbracht, maar dan mocht hij met niemand praten, mocht hij niet dit doen, mocht hij niet dat doen, een hele strenge eisen gesteld en dan is het tot ridder geslagen. Zo. En dan hield dat ook in dat hij heel veel privileges krijgt. Nu was er een Dirk, graaf, een jonkheer van de graaf van Teilingen. Hij weet alles, hè? En die graaf van, die Dirk, die hield op een gegeven moment Alverades van Heusden.
En die kreeg van de graaf, kreeg een stuk land. En dan moet je je voorstellen, dat waren allemaal wouden en bossen. En je had dus ook heel andere landmaatnamen, had je ook, hè. Zoals je, roede, en dat was een bepaalde landmaat. Maar nu groeide dus daar allemaal wouden op, die wouden werden gekapt, omdat men hout nodig had. Ja. Voor allerlei doelstellingen om het kasteel te verfraaien, te sterker te maken, etc. En toen heeft hij dus een brede stuk roede, heeft hij dus helemaal bouwrijp gemaakt. En op die manier is het de naam Brede Rode, Brede Roede ontstaan. Nou, wat geweldig. Geweldig dat je al die informatie geeft, dat je zo een fan bent van dat kasteel, dat je zo een promo maakt voor dit kasteel. En dan gaat dat gaat door in de bouw met Lego. Ja. Brede Rode is uit de tijd van 1300, hè? Ja, hij 1300. Hij, die gaan op een gegeven moment bouwen. Nu moet je natuurlijk wel begrijpen dat in die tijd, hij kwam van Teilingen vandaan. Nou, Teilingen, ter informatie, was een ronde burg, zoals de burg van Leiden, met een donjon met de muur opgebouwd naar boven. Het risico daarvan was dat bij belegering de belegerden zo het kasteel in konden wandelen. Ja. Dus men had geen enkel verweer. Nou, dat moest veranderd worden en men bouwde een toren. Ja. En die toren die heeft tot heel laat nog voor de brand gestaan. Oké. En die toren gaan wij terugzien in het Lego? Ja, maar zover ben ik nog niet. Want nou, zover ben je nog niet. De fundering ligt er nog niet eens. De fundering ligt er niet eens. Maar ik ga het toch over de bouwen. Want Gerrit gaat door om de hele historie te verbouwen. En dan krijgen we een speelfilm. En dat moet niet. Hey Gerrit, ik heb hier een prachtig boek. Wil jij eens, daar haal je ook heel veel informatie uit dit boek. Wil je hier eens over vertellen? Kort over vertellen? Ja, nou. Wat is dit? Dit is eigenlijk een onderzoekrapport uit 1981 of 83, meen ik. En daar hebben ze dus veldonderzoek gedaan. Ze hebben gaten gegraven om de andere fundering te bestuderen. Want in 1351 heeft de graaf Willem de Vijfde aan Gijsbrecht van Nijenrode de opdracht gegeven om het kasteel te belegeren. En toen was het op een gegeven moment in zo'n desolate staat dat men het tot de fundering heeft afgebroken en toen weer een nieuwe heeft opgebouwd. Oké. En in dit boek, ik breek gewoon weer bij je in. Ja, uit dit boek haal jij heel veel informatie voor het bouw van de Lego. Ja. Nou, dat vind ik geweldig. En ik ga je toch afkappen, want ik zit met verbazing naar die foto's te kijken. Je maakt me hongerig en dorstig naar het Lego, hè. Ik wil resultaten zien. Mijn cameraman is al stiekem die kant op. Die maakt wat tussenshots voor op het gesprek. En wij drinken onze koffie op. En dan gaan we ook die kant weer op. Lekker toch? Ja. En we gaan nu weer naar het kasteel Brederode. Ja. Kijken naar van hoe ver de vorderingen zich hebben voorgedaan. Je maakt me nerveus. Kom op, laat het zien. Ik volg je, Gerrit Boer. Heel goed. Op weg naar de ruïnes van Brederode, wat straks geen ruïne meer is. Nou. Wow Gerrit, wat ben je bezig geweest. Ongelooflijk, wat groeit de bouw. Maar ik laat je alleen bouwen en vertellen over jouw verhaal. En dan ga ik gewoon het tweede bakje in verpakken. Vind je dat goed? Ja, excellent. Nou, wat ik heb gedaan is, ik heb dus in de douillon heb ik de vloer betegeld. Ik heb er ramen in gemaakt, al is het alleen even voor het zicht. Er komen andere
boogjes voor op de ramen. Maar die heb ik zo lang deze kleur gegeven om toch een beetje een indruk te geven van hoe en wat. Hier is een doorgang. Wanneer men het vee zijn we op jacht was geweest. En het vee moest naar de keuken, dan gooide men dat hier door een luik. En dat gleed zo naar beneden en dat werd dan opgeslagen in de kelders. Ik heb hier de poort gemaakt, nog weer gecompleteerd. Een trapje naar beneden, zodat je in de kelder kan komen. Je kunt hier ook nog doorheen kijken als je wil. Dat is ook leuk. En dan kan ik hier ook laten zien de brugkelder waar ik het al reeds over had. Toren moet nog verder vervolmaakt worden. En ja, tot zover de eigenlijk een verslag van wat er gedaan moet worden. Nou, daar ben ik weer, Gerrit. Ik hoop dat je het eens geworden bent met mijn cameraman Jo en Ramon. Oh, dat zou ongetwijfeld. Heb je wat kunnen vertellen? Ja, zeker te weten. Nou, hartstikke goed. Mijn koffie is op. Het was weer geweldig. Ik ga naar huis en ik zie je bij deel 3. Ja. Doei.